Een van de vragen die mij het vaakst gesteld wordt is: welke kleur staat mij nou het beste? Dat is afhankelijk van een aantal dingen. Namelijk, welke kleur past het beste bij mijn huid? Welke kleur past het beste bij mijn persoonlijkheid? En hoe voel ik me vandaag? Om te kijken welke kleur het beste bij je huid past, kun je heel makkelijk voor de spiegel gaan staan en gewoon een aantal kleuren naast je gezicht houden. Je kijkt dan in de spiegel welke kleuren ervoor zorgen dat je ogen mooi naar voren komen. Welke kleuren ervoor zorgen dat je huid wat egaler wordt. En als je kleuren ziet die juist wallen onder je ogen creëren en juist oneffenheden in je huid naar voren halen, dan zijn dat niet de goede kleuren voor jou. Een ander ding waar je rekening mee kunt houden is dus hoe je persoonlijkheid is. Ben je namelijk wat extraverter, dan zijn de kleuren die wat krachtiger zijn en wat helderder en verder, die zijn vaak wat beter voor je. Daar voel je je waarschijnlijk ook comfortabeler in. Ben je nou juist wat introverter, dan zul je je niet comfortabel voelen in die kleuren en dan kun je dus beter wat zachtere kleuren kiezen. En laatste ding wat dus een rol speelt, is hoe je je vandaag voelt. Kleuren zijn energie en trillingen en jij zelf bestaat ook uit trillingen en energie. En als dus jij op dezelfde golflengte zit als de kleuren die je draagt, dan ga je het meeste stralen.